Lucas 24, dus vanaf vers 13 tot en met vers 35. En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek, dat is naar een dorp, dat 60 stadien van Jeruzalem was. En een stadie, dat is ongeveer 185 meter, dus zo'n 11 kilometer van Jeruzalem. Welks naam was Emmaus? En ze spraken tezamen onder elkaar van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde, terwijl ze tezamen spraken en elkaar ondervraagden, dat wil zeggen elkaar vragen stelden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. En hij zei tot hen, wat redenen zijn dit die gewandelend onder elkaar verhandelt? En waarom ziet ge zo droevig? En de een, wiens naam was Kleopas, antwoordend, zei tot hem, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem? En weet niet de dingen die deze dagen erin geschied zijn? En hij zei tot hem, welke? En zij zeiden tot hem de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden, voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindend, kwamen zij en zeiden dat ze ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommige dergenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het alzo, zoals ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen ze niet. En hij zei tot hen, hoe onverstandig en trage van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo is een heerlijkheid ingaan? En begon hebbend van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schrift hetgeen van hem geschreven was. En ze kwamen nabij het vlek, het dorp, waar ze naartoe gingen. En hij hield zich alsof hij verder zou gaan. En ze dwongen hem zeggende, blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde, als hij met hen aanzat, zo nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend en ze kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. Ze zeiden tot elkaar, was ons hart niet brandend in ons, als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schrift opende. En zij opgestaan zijnde, terzelfde uren, keerde weer naar Jeruzalem en vonden de elven tezamen vergaderd en die met hen waren. Welke zeiden, de Heere is waarlijk opgestaan en is door Simon gezien. En zij vertelde hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend geworden was in het breken des broods. Tot zover de schriftlezing. Wij zoeken u. Ik vraag uw aandacht voor Lucas 24, vers 34. De belijdenis van de discipelen die samen vergaderd waren. De Heere is waarlijk opgestaan en is door Simon gezien. Van staat er in onze Statenvertaling, wij kennen dat nog uit het Duits, maar inmiddels niet meer in het Nederlands, wij zeggen inmiddels door.
De Heer is waarlijk opgestaan en is door Simon gezien. En dat weten we dan toch, dan is Simon de oorspronkelijke naam van Petrus. De discipelen beleiden de opstanding. Allereerst, ze zijn ervan overtuigd dat het gebeurd is. En vervolgens, hoe die overtuiging tot stand is gekomen. Dus de discipelen beleiden de opstanding van de Heer Jezus Christus. Allereerst, ze zijn er echt van overtuigd. En vervolgens, hoe die overtuiging tot stand is gekomen. We gaan gemeente wereldwijd. Werd gisteren de opstanding van de Heere Jezus Christus herdacht. En feitelijk doen we dat trouwens elke eerste dag der week. Want waarom hebben wij niet de laatste dag van de week als rustdag? Dat was onder de oude bedeling het geval. Waarom hebben wij de eerste dag der week als rustdag? Wel, op die dag is de Heere waarlijk opgestaan. En dan kennen wij voor die dag de naam zondag. Maar ben je in Engeland of in Schotland en je zou het woord zondag gebruiken, dan kan het je overkomen dat mensen je toch terecht wijzen. The Lord's Day, de dag des Heren. Britse christenen, dat zeg ik maar even, gebruiken liever niet het woord zondag. Men heeft het of over de Christian Sabbath, de christelijke Sabbat. De eerste dag der week, dat is de christelijke Sabbat. Of de dag des Heren. De dag die aan de Heere Jezus Christus toekomt. En nou is de tweede pasdag, hoe zijn we daar aangekomen? Wel, in Nederland, de dag na de feestdag was altijd een vrije dag. En al spoedig heeft de kerk toen besloten, dan gaan we op die vrije dag ook nog een kerkdienst beleggen. En zo zijn we aan tweede kerstdag gekomen, tweede paasdag en tweede pinksterdag. Wij herdenken ook nu nog in bijzondere zin, want als het goed is doen we het elke dag, de Heere is waarlijk opgestaan. Jezus is opgestaan uit de doden. En dan kunnen mensen ons vreemd aankijken, want wij leven in een geseculariseerd land, geloven jullie dat nou echt, joh? Ja, je weet toch wel dat dat niet echt gebeurd kan zijn, dat is een mooi verhaal. Maar het is natuurlijk niet echt gebeurd, dat kan gewoonweg niet, joh, want er staan geen doden op. Wat moeten wij dan antwoorden? Nou, de eerste christenen zeiden het zo, de Heer is waarlijk opgestaan. Het is echt gebeurd. En met die woorden die we vinden in Lucas 24 vers 34 begroeten Oosters-Orthodoxe christenen elkaar op de paasmorgen. De Heere is waarlijk opgestaan. Het is echt gebeurd. Het is niet zo, ja, het is een mooi verhaal, maar we begrijpen met z'n allen wel dat het niet echt gebeurd is. Nee, het is echt gebeurd. En eenmaal zal trouwens niemand het kunnen ontkennen. Als Christus wederkomt. Ja, maar daar geloof ik ook niks van, zeggen mensen dan. Daar houdt de Heere Jezus geen rekening mee. Het is niet zo, ja, als je dat niet geloofd hebt, word je niet opgewekt. En als je het wel geloofd hebt, word je straks wel opgewekt. Nee, alle doden zullen opgewekt worden. Ook degene die het ten stelligst hebben ontkend dat dat kon gebeuren. Ze worden evengoed opgewekt. Wat is de vraag? Niet alleen dat wij ervan overtuigd zijn dat Jezus is opgewekt, maar dat ook met verlangen kunnen en mogen uitzien naar zijn wederkomst. Het zal ineens zover zijn. Er kan niemand voor de deur staan. Je kan je nog heel niet verwachten. Maar kom binnen. Kom binnen. Ik zet er alles voor opzij. Zo is het als iemand voor je deur staat. Je had er nog wel niet op gerekend. Maar je bent baat met hem. Zo moet het zijn. Het loopt over de wederkomst. Niet het komt me nou eigenlijk niet gelegen. Want daar houdt Christus geen rekening mee. Bent u er nu al? God is leven zag wanneer zal ik naderen voor uw ogen in uw huis, uw naam verhogen. De Heere is
waarlijk opgestaan en is door Simon gezien. Deze woorden hebben de Emmausgangers gehoord uit de mond der discipelen, uit de mond van de elfen, die bij elkaar gekomen waren. De Emmausgangers, die waren heel anders teruggegaan naar Jeruzalem dan ze Jeruzalem hadden verlaten. Toen ze Jeruzalem verlieten, stonden zij nog voor. Hoewel de Heere was al opgestaan, maar zij wist het niet. Wat ze wel wisten was, hij is aan het kruis gestorven. Hij is in het graf gelegd. Ja, en een aantal vrouwen zijn deze morgen bij het graf geweest. En het graf was leeg. Ze hebben engelen gezien. Die zeiden dat hij opgestaan was. Sommigen van ons zijn een kijkje wezen nemen. Het graf was leeg. Maar hem zagen ze niet. Toen stonden ze nog voor. En inmiddels staan ze erachter. Want de Heere had zich bij hen gevoegd. En die was hen bekend geworden in het breken des broods. Aanvankelijk hadden ze hem niet herkend, die vreemdeling die zich bij hen gevoegd had, zo zagen ze hem. Want hun ogen werden gehouden dat ze hem niet zagen. En dan komen ze terug in Jeruzalem, want ze kunnen dat goede nieuws niet voor zichzelf houden. En dan hoeven ze niks te zeggen. Dan worden ze al begroet met, de Heer is echt opgestaan. De Heer is waarlijk opgestaan. En hij is door Simon gezien. De belijdenis van de discipelen in de avond van de opstandingsdag. De Heere Jezus in de vroege morgen opgestaan. Daar is niemand bij geweest. Wat is er toen precies gebeurd? Dat weten we niet. Daar is niemand bij geweest. Maar in de loop van de dag, trouwens ook de komende dagen nog, is die aan meerdere verschenen. En hier de belijdenis van de elfen. De Heere is waarlijk opgestaan en is door Simon gezien. Mijn eerste gedachte is dan ook dat de discipelen belijden dat ze echt overtuigd zijn van de opstanding. Het is geen fabel, het is geen mooi verhaal, het is geen gedachtespinsel. Het is niet zo, ze hebben een geestverschijning gezien. Nee. Ze hebben de Heere de opgestane Heere gezien met een verheerlijk lichaam. Maar je kon het zien dat hij het was. Aan de teken in zijn handen en aan zijn voeten. En om alle twijfel weg te nemen, dat lezen we in het vervolg. Hij heeft gegeten. Nou, dat doet een geest niet. Die heeft geen voedsel nodig. De Heer is waarlijk opgestaan. Aanvankelijk konden de discipelen het niet geloven. Ja, ze hadden het graag gewild. Maar ze konden het niet geloven. Vrouwen waren bij het graf geweest. Die hadden het graf leeg gevonden. Ik gaf het al aan. En die hadden engelen gezien. Die zeiden dat hij was opgestaan. En toen waren een aantal van hen zelf wezen kijken. Maar hem zagen ze niet, hoewel, we lezen wel van Petrus dat hij zich verwonderde. En we lezen in het evangelie naar Johannes, dat Johannes het zag en geloofde. Dus zowel bij Petrus als bij Johannes begon er al iets te dagen. Maar het was nog niet een vaste overtuiging. In allerlei opzichten kan geloof bestreden worden. En geloof kan ook weer sterker worden. Nou, dat zag hij dan bij de discipelen. Petrus verwonderde zich. Johannes zag het en geloofde, maar hij heeft het kennelijk nog niet met anderen gedeeld.
En nu is er iets gebeurd. De Heere is die dag aan Simon Petrus verschenen. Over die verschijning als zodanig weten wij verder niks. Het wordt bij Lucas vermeld. Ook in het zogenaamde opstandingshoofdstuk, dat weten we hopelijk toch wel, uit de Korinthebrief. 1 Korinthe 15, daar lees je het ook. De Heere is met zijn verheerlijk lichaam aan Simon verschenen. En weet u wat ik nou zo opmerkelijk vind? Dat is alleen van de dingen waar je iets van kan leren. Petrus zegt dat niet zelf. Ik heb hem gezien. Hij was altijd handje de voorste. En nu laat hij het andere zeggen. Dan heeft hij in meer dan één opzicht het een en ander geleerd. Simon heeft hem gezien. Moet je daar nog betekenis aan toekennen dat zijn oorspronkelijke naam gebruikt wordt, Simon. En niet de naam die de Heere Jezus hem gaf, Petrus of Cephas. Rotsman, nou ik denk dat je er in dit verband niet echt betekenis aan toe moet kennen. Zo kenden ze hem, Simon. En in zijn laatste brief introduceert Petrus zichzelf als Simon Petrus. Die eerste naam is die altijd blijven dragen. Soms heeft het een betekenis dat die naam gebruikt wordt. Maar in dit geval... Je kan uit de context niet afleiden dat hier een bepaalde betekenis zit in het feit dat zijn oorspronkelijke naam gebruikt wordt. Dat die als het ware wat lager wordt neergezet. Dat is bepaald hier niet het geval. Nee, we weten het echt dat de Heer is opgestaan. Hij is waarlijk opgestaan. Het gold voor de emmersgangers, het gold ook voor de elfen. Toen Christus aan het kruis zat, stierf, stonden ze ervoor. En nu staan ze erachter. Ze hebben de overgang mogen meemaken, de definitieve overgang. Van de oude naar de nieuwe bedeling. Je kan zeggen, die overgang begon al met Christus' geboorte. En die is pas voltooid met een uitstorting van de Heilige Geest. Maar de opstanding van de Heer Jezus uit de doden is toch echt wel het keerpunt. Het keerpunt van de heilsgeschiedenis. En heilshistorisch staan wij er met z'n allen achter. Wij leven niet meer onder de oude bedeling. Wij leven onder de nieuwe bedeling. Wat zien we bij de discipelen? Hun droefheid is veranderd in blijdschap. Als Joden geloofden zij dat eenmaal alle doden zouden opstaan. Op de Sadduceërs naam was elke Jood daarvan overtuigd. Straks staan alle doden op. En nu, zo zal Paulus het verwoorden in de eerste brief aan de gemeente van Korinthe, Christus als eersteling opgestaan. Die heeft de dood nu overwonnen. En dat heeft hij gedaan voor al de zijnen. Zo moet je de blijdschap der discipelen zien. Er waren nog heel wat dingen. Die konden ze toen nog niet plaatsen. Maar één ding wisten ze heel zeker. We hebben ons echt niet vergist. Onze meester is echt degene die Israël gaat verlossen. Daar hebben we ons echt niet in vergist. Hoe die het verder gaat doen. Dat zal de toekomst ons leren. Maar dat het goed komt en dat het goed zit, daar zijn we diep en diep van overtuigd. Want nu de Heer is opgestaan, ja, zo staat het in een gezang, nu breekt het nieuwe leven aan. En dat is de zaak, dat ook wij zo de opstanding van Christus belijden en dan weten wij meer dan de discipelen toen op de opstandingsdag. Want wij hebben inmiddels het hele Nieuwe Testament. Maar als het gaat om het verstaan daarvan, dan moeten we elke dag nog leren en soms ook nog afleren.
Wat mag er als het goed is op de bodem van ons hart liggen? Het komt goed. Met Gods kerk komt het goed. En met mij komt het goed. Hoe weet je dat zo zeker, joh? Ontstaat een sterke heil terzij. Dan citeer ik het Lutherlied. Neem goed en bloed ons af. Het brengt u geen gewin. Wij gaan ten hemel in. En erven koninkrijken. Dan gaan we van deze woorden. De Heer is waarlijk opgestaan. Naar het boek Openbaring. Het boek waarmee het Nieuwe Testament besluit. Een troostboek voor de kerk. Er zullen zware stormen over de kerk gaan. En toch komt het goed. Het is al goed. Christus is de overste van de koningen der aarde. Wie heeft het eigenlijk voor het zeggen hier op aarde? Dat is uiteindelijk niet de keizer in Rome. Dat zijn niet de koningen die aan hem ondergeschikt zijn. Die moeten nog weer met de keizer rekenen. Niet zijn staathouders. Niet andere machthebbers. Hoeveel macht ze ook hebben, de ene heeft meer macht dan de ander. Jezus Christus staat erboven. Hem is geschonken alle macht in hemel en op aarde. Hij bewaart, vermeerdert en beschermt zijn kerk. En weet u wat voor ons dan wel de zaak is? Dat we aan zijn kant mogen staan. Als we aan zijn kant staan, dan komt het goed. Dan komt het goed. Want hoe donker ooit Gods weg mag wezen, hij ziet de gunst op die hem vrezen. Dan mag het licht schijnen in de duisternis. Nu de Heer is opgestaan, nu breekt het nieuwe leven aan. En dan weten wij dat die opgestane Heer ook de hemel is gevaren. Dan kon Luther zeggen, het hoofd is boven. Dan volgen de zijnen vanzelf. Als het hoofd boven water is, dan kunnen de leden van zijn lichaam niet verdrinken. Ik kom daar straks nog op terug. Ik ben inmiddels toegekomen aan mijn tweede gedachte. De Heer is echt opgestaan. Daar waren de discipelen heel diep van overtuigd. En dat gaf hen vreugde en blijdschap. Hun droefheid was in blijdschap veranderd. Menig werf heeft hij u druk, doen veranderen in geluk. Nou, als dat ooit waar is geworden, is het wel geweest op de opstandingsdag. De nieuwe bedeling was aangebroken. Sinds die tijd leven we in het laatste der dagen. Al helemaal als je ook denkt aan het feit dat wij niet alleen achter een opstanding staan, maar ook achter hemelvaart. En de Heilige Geest is uitgestort. Er hoeft eigenlijk nog maar één ding te gebeuren. Dat Christus wederkomt. En als die is opgestaan en de hemel is gevaren, dan hoef je er niet over in te zitten dat die, als het echt zover is, en dat maakt hij zelf uit, dat maakt zijn vader uit en niet wij. Maar als het echt zover is, dan komt hij terug. Daar hoeven we niet over in te zitten. Nu de Heer is opgestaan, nu breekt het nieuwe leven aan. Er zal altijd de kerk blijven, omdat Christus haar koning is. Maar mijn tweede gedachte, want dit hoort nog bij de eerste. Hoe zijn de discipelen nou aan die overtuiging gekomen? Hoe wisten ze dat zo zeker? Wel, Simon had hem zelf gezien. Met zijn eigen ogen. Hij had hem met zijn eigen ogen gezien. Hij had hem zelf gesproken. De Heer had tot hem gesproken. Hoe die verschijning verloopt is. Ik zei het al. Dat weten we niet. Maar het is gebeurd. En die discipelen, die hadden het getuigenis van de vrouw al moeten geloven. Wat dat betreft, wat van de Emmausgangers gold, gold ook van de elfen, o onverstandig en trage van hart, om te geloven al hetgeen in de schriften geschreven staat. Moest de Christus niet lijden en al zo is een eerlijkheid tegen. De discipelen hebben het getuigenis van de vrouwen niet serieus genomen. En nu konden ze er niet meer omheen.
Het feit dat hun geloof zo zwak was, heeft de Heer er niet van weerhouden zich aan hen te openbaren. En in dit geval zich aan Simon te openbaren en vervolgens. Ik heb dat niet volgelezen, maar ga je even verder in Lucas 24. Dan openbaart de Heer zich opnieuw aan de 11 emmersgangers erbij. En dan wordt hem vrede toegewenst. De discipelen wisten, het is echt zo. En dan kan tegen ons gezegd worden, maar je bent er zelf toch niet bij geweest? Nee, we zijn er niet bij geweest. Maar de Heer is niet alleen aan Simon verschenen. Dan neem je het opstandingshoofdstuk van Paulus. Hij is aan de vrouwen verschenen, dat noemt Paulus daar niet. Dat weten we uit de evangelie. Johannes, aan Maria Magdalena. Hij is aan de 11 verschenen, aan 500 broeders op eenmaal. Meer dan één zijn de discipelen verschenen. We gaan niet op één keer af. Meer dan eens is de opgestane Heere aan de zijne verschenen. En we zijn diep overtuigd, als het goed is tenminste, van de waarachtigheid van dat getuigenis. Een Jood, die geloofde op zich al, Sadduceeërs uitgezonderd, ik gaf het al aan dat de doden zouden opstaan. En dan was voor de navolgelingen van Christus het grote wonder, onze Heere, die aan het kruis gestorven is, is al voor de jongste dag uit een dode opgestaan. Waarom? Omdat hij Heer is. En dat was ten andere Joden een ergernis. Nemen we de Grieken, die was het een dwaasheid, want de Grieken zeiden, net als de Sadduceeërs doden, sta niet op. Punt, klaar uit, dat kan je niet verklaren en dus kan het ook niet. En dat horen wij nog. Jo, dat kan gewoon weer niet. Dat kan gewoon weer niet. Weet u wat de grote kerkvader Augustinus zei? Niemand kan ontkennen dat er talloze mensen in onze tijd geloven dat Jezus uit de dood is opgestaan. Dat kan niemand ontkennen, dat talloze mensen het geloven. Hoe komt het nou dat die talloze mensen het geloven? Dat geloven ze op grond van het getuigenis, neergelegd in de boeken van het Nieuwe Testament, dat de opgestane Here aan de discipelen, aan de vrouw is verschenen. En waarom geloofden de discipelen en de vrouwen? Wel omdat het echt zo was. Iemand kan voor je deur staan. En je was van gedachten. Het gaat om een kennis. Die is naar Australië geëmigreerd. Dat hij daar nog zat. Je bent helemaal overrompeld, jongen, kom hier. Maar hij staat voor je neus. Dus je kan het niet ontkennen, hij is er. En dan schiet dit beeld tekort. Ja, dan heb iemand kennelijk het vliegtuig genomen en hoe dan ook. Maar hij staat voor je neus. Dat is het uitgangspunt. En zo hebben de discipelen de opgestane Here gezien. Ze wilden het niet meer ontkennen, want aanvankelijk ze hadden het wel willen geloven, maar ze konden het niet. Maar nu ze hebben de bewijzen voor het oprapen. Ze kunnen er niet omheen, dan hoef ik niet te verklaren, het is echt gebeurd. Maar als ons dat dan voorgeworpen wordt, dat kan toch niet? Dat is toch natuurwetenschappelijk en biologisch onmogelijk? Dat geef ik direct toe. Maar wie zegt dat er nooit iets gebeurd is wat buiten de kaders van de natuurwetten valt? Uiteraard beschrijven de natuurwetten geen wonder. Daar zijn het natuurwetten voor. Die beschrijven wat je als regel kan verwachten. Eigenlijk altijd. Maar nou staat er één boven die natuurwetten. Hoe weet jij zo zeker? Zo zou het wat kom kunnen keren. Dat als er nou één boven staat, dat die niet in een heel bijzonder geval een gebeurtenis tot stand kan gaan brengen, tot stand gebracht heeft,
die niet past binnen het kader van de natuurwetten. Dat is maar een uitgangspunt dat je zegt, alles wat er gebeurt, dat moet je via die natuurwetten kunnen verklaren. Dat is maar een uitgangspunt. Dat moet je ook maar geloven. En dan geloven wij in God de Vader, de Almachtige. Die volgens wetten deze wereld regeert en bestuurt. Je kan ook denken aan de natuurwetten, maar die er zelf boven staat. Een God die wonderen doet. En dat is natuurlijk ook waar. Er is er maar één die als eersteling uit de doden opstaat. Opgestaan is. Dat is de Heer Jezus Christus. Geldt ook voor andere zaken. Geloof je er echt dat iemand op het water kan lopen? Ja, maar dat geloven we er maar van één. Dat is ook een volstrekt uniek persoon. Dat is God die mens werd. Dat is niet zomaar iemand. Dat is niet zomaar iemand. Dat is de Zoon van God die mens werd. Die plaatsvervangend aan het kruishout is gestorven. En die ten derde dagen de dood heeft overwonnen. De discipelen zijn ervan overtuigd geraakt. Simon had het gezien. En even later konden ze zeggen, we hebben hem zelf gezien, joh. Hij is van Simon gezien, maar inmiddels hebben we hem zelf gezien. Ja, en dan kon het bij ons naar boven komen. Dat mag dan allemaal waar zijn. Maar aan ons verschijnt hij niet meer. Dat zeg ik u niet na. Als we dat zo zonder enige kanttekening beweren. Lichamelijk verschijnt hij inderdaad niet aan ons. Dan moeten wij het hebben van wat er staat in de boeken van het Nieuwe Testament. En wie nu werkelijk gelooft, die gelooft in ieder geval alles wat er in de Bijbel staat. Daar gaat geloven niet in op, maar dat is wel het eerste element van het ware geloof. Dat we zonder reserve voor zeker houden alles wat God als in zijn woord geopenbaard heeft. Geloof je dat echt? Ja, geloof het. Net zoals een kind gelooft wat zijn vader zegt. Dan kan een klein kind zeggen, ja, maar papa heeft dat gezegd. En die twijfelt niet aan de waarachtigheid van de woorden van zijn vader. Als zijn vader het gezegd heeft, is het waar. En dan weten we dat een kind zich kan vergissen. Maar als we Gods woorden voor waarachtig houden, dan vergissen wij ons niet. Dat is een innerlijke zekerheid. Een kind heeft een innerlijke zekerheid in de geloofwaardigheid van de woorden van zijn vader. Zo heeft een kind van God een stuk innerlijke zekerheid. Het is waar, want hij heeft het gezegd. Hij heeft het betuigd. Ik wil er niet omheen en ik kan er niet omheen. Maar dan heb ik nog niet alles gezegd. Want ik gaf wel aan, als wij zouden stellen, ja, hij heeft zich destijds wel aan de discipelen geopenbaard, maar dat gebeurt bij ons niet meer. Dan ligt dat toch echt anders. Weet u wat de Heer Jezus in de opperzaal gezegd heeft? Die mij lief heeft, zal door mijn vader geliefd worden. En ik zal hem lief hebben. En ik zal mijzelf aan hem openbaren. Dus de Heer Jezus openbaart zich nog. Weliswaar niet lichamelijk, maar in de kracht van de Heilige Geest. Hij openbaart zich nog in de kracht van de Heilige Geest. Er zijn mensen die aanvankelijk beweerden, doden staan niet op. Daar geloof ik echt helemaal niks van. Mensen die niet bij de boodschap van de Bijbel zijn opgevoed. Binnen de kerk komt dat ook voor. De zogenaamde vrijzinnigen. Die zien Jezus alleen als een groot voorbeeld. Met zijn kruisdood was het wat het lichaam betreft afgelopen. Hij leeft voort in de herinnering van zijn volgelingen. Zo moet je de opstanding zien, maar het is uiteraard niet gebeurd, want dat gebeurt niet dat de doden opstaan. Meerdere predikanten
zijn vrijzinnig begonnen. En zijn in hun bediening tot bekering gekomen. Een naam die de ouderen nog wel wat zal zeggen, is de naam van dominee Jacques van Dijk. Die opgroeide in de gereformeerde kerken toen dat nog een bolwerk was van orthodoxie. Die zijn studententijd overging naar de hervormde kerk. En bij de linkervleugel van de vrijzinnige richting behoorde. Vrijzinniger dan vrijzinnig was hij. En hoe is dat veranderd? Hij liep op een gegeven moment vast. Hij begon steeds meer vast te lopen. En toen op een morgen, op een middag geloof ik, toen lost hij een preek van Smijtengeld, want hij had nog wel goede boeken in zijn bibliotheek staan. Vergader u geen schat op deze wereld. En toen openbaarde zich Christus als zijn ziel. En toen verdwenen alle intellectuele twijfels, toen wist hij het ook, joh. De Heer is waarlijk opgestaan. Simon heeft hem gezien, maar hij heeft zich ook aan mij geopenbaard. Hij heeft zich ook aan mij geopenbaard. Ik mag hem kennen in de kracht van zijn opstanding. Dan verdwijnen alle intellectuele twijfels en tegenwerpingen. Daar kan trouwens ook een orthodox christen last van hebben. Gelukkig hebben niet alle christenen daar last van. Maar het kan zijn dat je door die vorm van twijfel overvallen wordt. Zou het wel echt waar zijn? Dat kan nog verder gaan. Niet alleen zou Christus wel opgestaan zijn. Zou er wel een God bestaan, joh? En als God bestaat, wie zegt het dat het de God van Abraham, Isaac en Jacob is? Waarom zou het niet Allah zijn? Je kan tegen je wil door twijfel getroffen worden. Dat hebben wij niet in de hand. Dan kan iemand zeggen, joh, daar mag je niet aan twijfelen. Ja, maar ik heb er last van, joh. Ik heb er last van. En het kan zijn dat je het tegen niemand durft te zeggen, maar je hebt er toch last van. Wat moet je dan doen? Weet u wat ik opmerkelijk vind? Dan gaan we naar Johannes de Doper in de gevangenis. Die stuurt zijn discipelen naar Jezus. Die had kennelijk ook last van twijfel. Zijt gij degene die komen zou, of verwachten we een ander? Maar hij stuurde zijn discipelen niet naar Sanhedrin. Hij stuurde zijn discipelen ook niet naar wat wij zouden noemen een neutraal iemand, die het van alle kanten kon bekijken. Hij stuurde zijn discipelen naar de Heer Jezus Christus. De Emmausgangers. Wij hoopten dat hij degene was die Israël verlossen zou. Maar je voelt aan alles. Ze hopen het nog, maar ze weten niet hoe het moet. Maar hun diepe wens is dat ze van die twijfel verlost mogen worden. Als we door twijfel overvallen worden, dan moet het zo zijn dat we in gebed tot de Heere gaan. Ja, zij is een catechizant, maar als ik nou twijfel of die wel echt bestaat. Daar houdt God totaal geen rekening mee. Die luistert ook naar je gebeden als je ermee zit of die wel echt bestaat. Dan wil die nog naar je gebeden luisteren, gelukkig wel. Gelukkig wel, we moeten nooit bij ons geloof storten. Dat moet er wel zijn. Maar je moet storten bij God zelf. Die bestaat hoe dan ook. Starten bij de Heere Jezus Christus. Die heeft hoe dan ook de dood overwonnen. En dan moet ons gebed zijn, verlos me van een twijfel. En hoe gebeurt dat dan? Ja, dan zijn we weer bij de woorden van de Heere Jezus die mij lief heeft. Ondanks al je twijfel, zal door mijn Vader geliefd worden. Ik zal hem lief hebben. En ik zal mezelf aan hem openbaren. Dat doet de Heere Jezus niet één keer, maar keer op keer. En dan mag ook intellectuele twijfel als sneeuw voor de zon verdwijnen. Maar ja, er zijn ook andere vormen van tegenwerpingen. Ja, je wil best geloven, je gelooft het dat de Heer Jezus uit de dood is opgestaan. Maar daar blijft het dan ook bij. Doet het je wat? Ja, je staat er nog buiten. We staan erachter, maar als staan we erachter, kan je er toch nog buiten staan. Wij staan achter het feit, maar je kan er toch nog buiten staan.
Want weet u wat wel het geval is? Wat de Heere Jezus zei toen die op aarde was, zegt hij nog. Wie achter mij wil komen, die verloochenen in zichzelf, die nemen zijn kruis op en volgen mij. En dat je dat niet wil. Want de discipelen die konden niet geloven, maar die wilden het wel. En op een gegeven moment konden ze het niet meer laten. Maar als we ons kruis niet willen opnemen, dan willen we het dus ook niet. Daar zit het op vast. Dan kan je wel zeggen, ik kan het niet. Maar de werkelijkheid is, ik wil het niet. Dan komen we met ja maar's. Ja, de Heer is opgestaan, ja maar, ja maar. Allerlei ja maar's. De Heer wil dat we ons leven in zijn dienst besteden. Ja, maar moet dan alles eraan, mag ik dit dan niet meer en moet dat dan? Allerlei ja maar's. Ik wil mijn eigen leven blijven leiden. Dat kan ook zijn. Dat heb ik in mijn eerste gemeente meer dan eens gehoord. Dan benadruk ik dat het zonde en genade is, schuld en vrijspraak. Ja, maar als je dan geen geloof hebt, doe je dan niks goed. Dat vonden meerdere mensen toch wat te gortig. Een mens zonder genade, die doet toch ook nog heel veel goede dingen. Ik wil het burgerlijk niet ontkennen. Maar in het licht van Gods heilige majesteit zijn zelfs onze beste werken nog een wegwerpelijk kleed. Hoe verdwijnen nu al die jamaars? Het, op het ene terrein en op het andere terrein. Hoe zijn die jamaars bij jou verdwenen, joh? En dan kunnen we zeggen, omdat het evangelie tot mis gekomen in de kracht, in de Heilige Geest en in veel verzekerdheid. De Heere is waarlijk opgestaan. Ik weet het uit het Nieuwe Testament, de getuigenissen die daar zijn neergelegd. Van de vrouwen, van Simon, van de discipelen. Ik denk ook aan het getuigenis van Paulus. Ten laatste van al is die van mij als van een ontijdig geborene gezien. Maar als Paulus dan in zijn brieven schrijft over wat hem overkomen is, kan hij het zo verwoorden. God die het licht deed schijnen in de duisternis heeft in ons harten geschenen. Nou, wat hem zelf betreft, dacht hij dan aan wat hem overkomen was op weg naar Damascus. Dat zal ons niet overkomen. En toch, dan weten we ons één met Paulus. Al is het ons niet op die wijze overkomen dat wij in de verheerlijkte Christus vanuit de hemel hebben aanschouwd, met onze lichamelijke ogen. Daarin is Paulus echt de laatste geweest. Ten laatste van alles is die door mij gezien. Maar dan mogen we met Paulus weten, God, die rijk is in barmhartigheid. Ook toen we dood waren in zonde en misdaden, heeft ons medelevend gemaakt met Christus. God die het licht deed schijnen in de duisternis, heeft in onze harten geschenen om te geven verlichting der kennis der majesteit Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Vijanden zijnde zijn wij met God verzoend. Hoe weet jij dat de Heer Jezus is opgestaan? Dat staat in de Bijbel. Dat is het eind van alle tegenspraak. Dat is de stem van de levende God. Ja, dat is zomaar een boekje. Nee, dat is niet zomaar een boek. Al hetgeen zijn mond aan mij heeft toegezegd, geeft aan mijn hart vertroosting, geest en leven. En dan ben ik trouwens altijd blij als mensen de Bijbel gaan lezen. Al is het maar puur uit literaire belangstelling. Ja, maar dan lezen ze de Bijbel net alsof het een gewoon boek is. Ja, zo kunnen mensen de Bijbel wel lezen vanuit die instelling, maar het is geen gewoon boek. En dan kan op elk door God gewenst moment het besef bij zo'n lezer van de Bijbel doorbreken. Maar het is niet zomaar een boek. Het is het woord, de stem van de levende God. Als je het hebt over Joden. Meerdere Joden zijn tot bekering gekomen, puur. Door het lezen van het Nieuwe Testament. In de Tweede Wereldoorlog, de man was inmiddels arts in Nederland, is een Joods-christelijke arts omgekomen. Dat was de zoon van de opperrabijn van Minsk. Hoe is die man tot bekering gekomen? Wel, op een gegeven moment gaf zijn vader hem een boek. Hij zei, dat moet je achter in de tuin begraven.
Dat is een boek van niks. En het ging om het Nieuwe Testament. Kennelijk had die opperrabijn dat een keer moeten aanpakken, dat hij er niet omheen kon. En dan begrijp u het wel, een jonge jongen, ja, die had dat boek begraven, maar toch benieuwd wat hij nou begraven had. Dus zijn vader was op reis, hij het boek weer opgegraven. Het was een Nieuw Testament. Jongens, jongens. Het boek van het geslacht van de Heer Jezus Christus lijkt het Oude Testament wel. Het lijkt het Oude Testament wel. Het Nieuwe Testament lezend is die zoon van die opperrabijn van Minsk tot een overtuiging gekomen. Jezus is de Christus, de zoon van de levende God. Hij is echt opgestaan uit de doden. Ja, en omdat hij die overtuiging had, heeft hij toen zijn ouderlijk huis moeten verlaten. Zo is bij hem gegaan. Dan gaan er hier op aarde deuren dicht. Bij de een gaat deze deur dicht en bij de ander gaat die deur dicht. Niet altijd gaan er direct deuren dicht, maar je moet er je wel op voorbereiden dat er deuren dicht gaan. Dat kan al in familiekring, kan in kerkelijke kring, in de samenleving, er gaan deuren dicht. De een heeft er meer mee te maken dan de ander. Maar weet u wat al Gods kinderen met elkaar verbinden? Er is gelukkig nog één deur open en die gaat nooit dicht. De open deur naar de hemel, de Heer is waarlijk opgestaan en nu breekt het nieuwe leven aan. En dan weten we niet alleen van de opstanding, maar we weten inmiddels ook nog van de hemelvaart. Daar zijn we, ik gaf het al aan, nog rijker bevoorrecht dan de discipel op de opstandingsdag. Want wij staan niet alleen achter de opstanding van Christus, maar ook achter de hemelvaart. Wat is het verdrietig als we er wel achter staan en toch nog buiten staan. Dan heb je ook die tegenwerping, ja, maar het zou je wel gegeven moeten worden, dat geloof. Je kan het ook anders bekijken. Jo, hoe heb je dat gekregen, joh? Hoe ben je daar aangekomen? Jo, dat zal ik eens vertellen. Dat heb ik gekregen. Dat heb ik gekregen. Je kon iets zo waardevols hebben dat mensen, ja, uiteraard die vraag stellen, joh, hoe kom je eraan, joh? Hoe kom je eraan? Dat heb ik nou gekregen. Dat is de taal des geloofs. Het moet je gegeven worden, dat is de taal van het ongeloof. Zo staat het niet in de Bijbel. Paulus zegt, het is ons gegeven. En dat is de bedoeling, dat we er zo tegenaan kijken. En dan kan je het ook zo bekijken. Het wordt als geschenk gegeven, joh. Het is niet zo dat je de genade moet verdienen. Dan was het een verloren zaak. Het wordt gegeven, het wordt geschonken. En daarom worden er zondaren zalig. Het kan ook een vrees zijn. Niet een dooddoener moet je gegeven worden, dan is het een dooddoener. Dan komt het heel goed uit, want dan kan je blijven die je bent. Het moet je gegeven worden, daar wachten we het maar op af. En zolang het zover nog niet is, leid ik mijn eigen leven. Dan is het een dooddoener. Maar het kan ook een bange vraag zijn. Zou de Heer het nou ook aan mij willen geven? Ja, en dan zit je eigenlijk bij de Emmausgangers en bij de discipelen. Ik weet wel, hun situatie is niet helemaal met een onze te vergelijken. Maar ze wensten versterkt te worden in het geloof, maar hoe het moest, wisten ze niet. En wat is gebleken? Dat de Heer erboven stond. Hij kwam, en dat doet hij nog, door de kracht van zijn woord en geest. En dan is hij veel gewilliger. Het ons te leren, dan wij gewillig zijn geleerd te worden, zou hij het ook mij willen geven. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En dan maakt hij dode zondaren medelevend met hem. En dan kunnen we van hem nooit te veel verwachten. Als wij als een arm zondaar tot hem gaan, dan komen we nooit beschaamd uit. Welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. En dan gaat geloof hier op aarde gepaard met strijd. Is het niet op de ene manier, dan is het wel op de andere manier. Dan hebben we dagelijks versterking in het geloof nodig. En dan geldt, zoek dagelijks zijn aangezicht. Hoe weet je zo zeker, je de God bestaat?
Ik heb hem vanmorgen nog gesproken. Dat we de dag beginnen met gebed. Voortzetten met gebed en eindigen met gebed. Dat we de dag beginnen met een stuk schriftstudie. Een gedeelte uit de Bijbel lezen, de dag eindigen. Ik heb hem nog gesproken. En hij heeft nog tot mij gesproken. Dan moeten wij het werk van de Heilige Geest, dat wil ik hem even mee aangeven, niet uitspelen tegen onze verantwoordelijkheid dat wij geroepen zijn de middelen te gebruiken. Het een is waar, dat het een Heer is die het wil en het werk in ons werk naar zijn welbehagen, en het andere is niet minder waar. Werkt u zelf zaligheid met vrezen en beven. Vraag naar de Heer en zijn sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte, zoek. Dagelijks zijn aangezicht, gedenk aan hetgeen hij heeft verricht. Dat de Heere waarlijk is opgestaan. Simon heeft hem gezien, anderen hebben hem gezien. En wij mogen hem kennen, als het goed is mag je dat eraan toevoegen. Ik mag hem kennen in de kracht zijner opstanding. En zo zie ik uit naar zijn wederkomst. Dat geven de Heere. Amen.